Hey, leuk dat je meekijkt naar een nieuwe video en vandaag ga ik het met je hebben over hoe jij jouw eerste 1000 abonnees kunt krijgen of ja, misschien wel je eerste 500, 100, 2000, whatever. Maar ik dacht 1000 is wel een heel mooi getal om mee te starten. En ik heb ja, in totaal 27 YouTube tips voor je op een rij gezet. En ja, ik zou zeggen, laten we daar gewoon induiken. Op dit moment heb ik inderdaad zit ik al ver boven de 1000 inschrijvingen. En ja, ik ga je laten zien hoe ik dat heb gedaan. En wellicht zitten daar ook hele mooie punten in die jij kunt gaan toepassen voor jouw huidige business. Ja, en wat heel goed voor jou zou kunnen werken. Ik heb ze hier op een rij gezet, dus laten we er gewoon naartoe gaan. Dus tip nummer 1 die ik voor je heb is start voordat je begint met YouTube. En wat bedoel ik daar precies mee? Je wilt eigenlijk voordat je gaat beginnen, wil je al heel helder en duidelijk hebben waar je het precies over gaat hebben. Waar je het YouTube kanaal op wilt richten. Dus wat is jouw niche? Waar wil je het over hebben? Wat zijn de onderwerpen die je wilt bespreken? Dat je dit soort dingen wel even van tevoren weet. Want dat maakt de rest van alle tips die ik straks met je ga delen. Dat maakt het gewoon veel makkelijker om daarmee aan de slag te gaan. Tip nummer 2 die ik voor je heb is maak je eerste YouTube video daarna. Dus ga starten met ja, het opnemen van jouw eerste video, waar het ook maar over gaat. Hè. Dus stel, je doet iets met hardlopen, maak dan je eerste video over, ja, over de eerste 8 kilometer die jij bijvoorbeeld hebt hardgelopen. Of bijvoorbeeld een stretch video over een warming-up op hardlopen. Maakt niet zoveel uit. Kies een thema, kies een onderwerp en maak gewoon die video. Dus zeg gewoon iets in die video waar het om gaat is dat je begint. En dat zul je, ja, dat zul je vaker van mij gaan horen in deze video, dat het gewoon super belangrijk is om te beginnen. En ja, van dat beginnen word je uiteindelijk wel steeds beter. Zo is het bij mij ook gegaan. Hè? Dus als je mijn YouTube kanaal bekijkt, dan zul je ook zien dat de laatste video's over het algemeen veel beter zijn geweest dan de allereerste video's. Qua kwaliteit, qua skills van mezelf, hoe ik zelf praat enzovoort. Dus maak je eerste video. Dan de derde, als je je eerste video hebt gemaakt, dan raad ik je aan om ook te gaan starten met een YouTube kanaal. En ja, dat kan dus heel, heel simpel door je gewoon aan te melden bij YouTube. Dan heb je je eigen kanaal. Daarom is het dus belangrijk om eerst te weten waar richt je je kanaal op. Wil je dit bijvoorbeeld doen vanuit privé dingen of bijvoorbeeld zakelijk onder je eigen naam. Of bijvoorbeeld gebruik je een bedrijfsnaam daarvoor. Dat is allemaal handig om van tevoren te weten. Want ja, dan kun je daar ook je YouTube kanaal op gaan afstemmen. 4. Zorg voor een aantrekkelijk YouTube-kanaal. Zorg er dus voor dat je werkt met bijvoorbeeld een banner. Hè? Dus de achtergrondfoto die je ziet op je YouTube-kanaal, dat die goed is ingevuld. Ja, vul alle gegevens in die op YouTube zelf staan. Dus voeg al jouw social media-kanalen bijvoorbeeld eraan toe, zodat die ook in jouw achtergrondfoto, dat die daar allemaal op genoteerd staan. Zorg voor een goede profielfoto. Een goede tekst dat mensen meteen weten in een paar zinnen van oké, hier gaat dit YouTube kanaal over. En ja, eigenlijk wijst alles zich voor de rest voor zich. Dus op het moment dat je met je YouTube kanaal begint, dan zul je allerlei dingen voorbij zien komen die je kunt invullen. Doe dat even gewoon goed. Beschrijving is daarin belangrijk. Dus neem dat allemaal mee. En zorg er dus voor dat het aantrekkelijk is. Dus zorg ervoor dat ja, er toegevoegd wordt bijvoorbeeld een bepaalde huisstijl die je hebt. Dus een bepaalde kleur die heel erg opvalt of heel sterk terugkomt. En als jij bijvoorbeeld veel doet met, nou ja, laten we het voorbeeld van hardlopen weer pakken. Doe je veel met hardlopen? Ja, zorg dan dat je bijvoorbeeld een hardloopvideo of een hardloopfoto op je achtergrond hebt. Dat je misschien met je profielfoto iets doet met het hardlopen. Dat het dus overal weer in terugkomt. Oké, nummer 5. Maak een contentplan. En je hebt nu je YouTube kanaal, je hebt misschien je eerste video gemaakt. En vervolgens is het super belangrijk om dit consistent te blijven doen. Dit is iets wat ik ook de hele tijd in deze video zal benoemen. Want als jij die 1000 abonnees wilt bereiken of er overheen wilt gaan, ja, dan wil je in ieder geval heel consistent zijn. Je wilt dat jouw subscribers weten van oké, elke zondag om 10 uur komt er bijvoorbeeld een nieuwe video. Of als je 2 keer in de week wil doen, elke maandag en donderdag om 8 uur 's avonds komt er een nieuwe video online. Dat is hoe je voor jezelf in ieder geval wilt reageren. Je kunt het ook gaan delen met je volgers. Maar in ieder geval hoe je het voor jezelf wilt hebben. Dat jij weet, oké, dit zijn de momenten waarop ik wil publiceren. Zodat er continu nieuwe video's aankomen.
Heel belangrijk om te onthouden. Dus maak een contentplan. Wat zijn voor jou de momenten waarop jij wil posten? Dus als jij elke week een video wilt maken, wat wordt dan het moment dat je die wilt publiceren? En je kunt het gewoon inplannen in YouTube. Dus een paar dagen van tevoren of een dag van tevoren kun je de video maken. Dan kun je hem ook gewoon inplannen op dat moment. En dat gaat je structuur geven. Oké, dus dat betekent dat we bij stap 6, tip nummer 6 zijn gekomen. En dat is plan je YouTube tijd. En hiermee bedoel ik dus niet wanneer je het gaat inplannen in YouTube, wanneer de video online komt. Maar hiermee bedoel ik jouw eigen YouTube tijd. Wanneer ga je tijd besteden om die video's te maken? Dus het is heel belangrijk om een vast moment te hebben. Bijvoorbeeld, ik noem nu maar iets, maar net wat jij wilt. Maar bijvoorbeeld elke dinsdagochtend pak jij 4 uur de tijd om een video te maken, te editen en dan in te plannen voor YouTube. Ik noem maar eventjes iets. Het mag ook 2 uur zijn, 3 uur, afhankelijk van de lengte van jouw video's natuurlijk, de complexiteit, hoeveel ga je het editen enzovoort. Dus stel je hebt 4 uur nodig voor 1 video, ja dan kun je dat bijvoorbeeld op een dinsdagochtend van 8 tot 12 plan je dat in en dan ben je daarmee bezig. Maar maak dit heel helder voor jezelf, dat het heel duidelijk is, oké, dit is het moment dat ik aan YouTube besteed en waarop ik dan die video ga publiceren. Dat betekent dat we bij tip nummer 7 terechtkomen. Tip nummer 7 is, word consistent. Dus zorg ervoor dat je op dat vaste moment, dat je jezelf dus houdt aan die afspraken, zoals ik die eerder heb genoemd met de tips. Het is een vast moment waarop je publiceert, een vast moment waarop je je video's aan het maken bent en creëert. Vergeet daarbij ook niet, nog een aanvullende tip, dat er van tevoren heel veel tijd in zit. Dus van tevoren ben je best wel veel tijd nodig om... Kijk, die YouTube-video ga je niet zomaar maken, hè? Daar heb je voorbereiding voor nodig. Je wilt weten wat wordt het onderwerp waar ik over wil gaan schrijven, over wil gaan vertellen. Daarnaast wil je ook weten, oké, waar ga ik, wat zijn dan de bullet points? Dus wat zijn de sleutelwoorden, wat zijn de tips die ik wil delen? Dus daar moet je goed over nadenken. Dus zorg ervoor dat je dat ook meeplant in je YouTube-tijd. Dus word consistent, dus pak het op vaste momenten op. 8, verdiep je in SEO. Dus op het moment dat je met titels gaat werken en je wilt meer gevonden worden, ook organisch bijvoorbeeld, ja, dan is het super belangrijk. Misschien ken je SEO wel. Het is eigenlijk niks anders dan de optimalisatie van jouw zoekwoorden. Misschien ken je het vanuit Google. In Google kun je dit natuurlijk heel veel toepassen met artikelen. Maar op YouTube werkt het hetzelfde, alleen dan met video's. Die komen overigens, als ze nog weer goed bekeken worden, komen die ook nog weer terug in Google. Dus dan pak je meteen heel veel organisch bereik mee. Dus verdiep je in SEO. Wat zijn woorden, wat zijn vragen waar mensen veel op zoeken? En kun je dit ook verwerken in de titel van jouw YouTube filmpje? En kun je dit ook nog bijvoorbeeld weer kwijt in jouw beschrijving? Dus benoem het dan zo vaak mogelijk om vaker gevonden te worden. Tip nummer 9. Besteed veel tijd aan de titel. En hiermee, dit is eigenlijk een combinatie met tip 8 ook, hè? Dus dat SEO gedeelte, als je dat stuk hebt gedaan, oké, ik wil ook organisch gezocht worden op termen, ja, zorg er dan voor dat je veel tijd besteedt aan de titel, dat deze heel goed is. Dus niet alleen maar op SEO gefocust, maar ook marketingtechnisch, dat het goed verkoopt. En daarmee moet je niet gaan overdrijven natuurlijk, geen dingen gaan zeggen die niet waar zijn. Maar je kunt het natuurlijk een beetje gaan aandikken, sommige dingen, om vaker en meer gevonden te worden. Dit is overigens hoe vrijwel alle succesvolle YouTubers het ook doen. Dus daarom zie je ook wel eens van die hele gekke teksten staan als titels. En daar wordt heel vaak op geklikt. En die worden dus ook heel vaak bekeken. Maar nogmaals, overdrijf het ook weer niet te veel. Oké, dan brengen we bij tip nummer 10. En tip nummer 10 is, vergeet de meta-beschrijving niet. Dit is dus de beschrijving die je bij je YouTube-film kunt zetten. Die zie je altijd onder de video, hè? Dus daar kun je dan de hele beschrijving bekijken. Ja, zorg ook voor dat je daarin je zoektermen erin zet, maar ook waar gaat de video over. Je kunt daar nog linkjes inzetten naar jouw andere social media kanalen, andere dingen die je gebruikt. Je kunt mensen daarin nog weer een extra aanbeveling doen om even te subscriben op jouw YouTube kanaal of een duimpje omhoog te geven voor jouw film. Dus dat is allemaal mogelijk met de meta-beschrijving. Gebruik die dus ook. Die is er niet voor niks namelijk. Oké, tip nummer 11. Tip nummer 11 is, trek de aandacht met een thumbnail. De thumbnail is de afbeelding, de foto die je in beeld ziet van een YouTube filmpje voordat je hem
ja, voordat je het filmpje bekijkt. Super belangrijk. Visueel is het allergrootste deel waardoor mensen worden aangetrokken om wel of niet te klikken. Dus nog belangrijker dan de titel is het plaatje. Dus zorg ervoor dat het opvalt. Of dat het in ieder geval in een bepaalde huisstijl van jezelf is. Dat zou ik zeker willen meegeven om dat te doen. Dat het meteen helder is van oké, dit is dus een video van jou in dit geval. Van jouw bedrijf of van jezelf. Maar dat dat heel helder naar voren komt. Dus hier kun je een bepaald kleurtje voor gebruiken. Je kunt een tekst in jouw afbeelding kwijt. Je kunt daarvoor, ik gebruik zelf Photoshop om mijn thumbnails te maken. Dus ja, zorg ervoor dat je daarmee de aandacht trekt. Je kunt een gekke bekken gaan trekken enzovoort. Maar nogmaals, hou rekening mee. Past het ook bij hoe jij bent en als bedrijf zijnde. Wil je ook dat het natuurlijk heel goed klopt. Dus als je allerlei gekke bekken gaat trekken, maar je hebt het over een heel serieus onderwerp. Dan kan dat werken, maar het kan ook averechts werken. Dus ja, check dat voor jezelf. Wat past heel goed bij jou en doe dat. Dus ga niet alles vanuit marketing oogpunt doen. Maar kijk vooral ook naar jezelf. Van oké, is dit gewoon iets wat bij mij past en doe dat dan. En dan liever iets saaier dan dat het te veel gericht is op marketing, zou ik zeggen. 12. Gebruik tags. Dus je kunt ook in jouw YouTube filmpjes kun je tags verwerken. Die vind je ook onder de beschrijving. Dus op het moment dat je de video uploadt, dan krijg je beschrijving en daaronder vind je de tags. Op de tags wordt weer gezocht, wordt ook meegenomen in heel vaak in Google zelf, in YouTube. De laatste tijd wordt wel eens gezegd dat dit wat minder wordt gebruikt. En toch denk ik dat het iets is wat je sowieso erbij wilt vermelden. Elk klein beetje wat past, wordt weer meegenomen. En YouTube ziet sowieso de tekst weer voorbij komen van oké, deze video gaat dus hierover. En dat is altijd waardevol. 13. Link naar je website. Als je zelf een website hebt of je verkoopt bijvoorbeeld producten, online programma's, whatever, of je hebt artikelen staan. Ik zou alles altijd met in ieder geval een link doen naar jouw website. Want YouTube is een leuk kanaal, maar het is ook een kanaal van iemand anders. En jouw website is van jezelf. En het mooiste is om al je bezoekers daar naartoe te kunnen krijgen. En om ze daar een bepaalde actie te kunnen laten uitvoeren. Dus dat kan zijn een gratis e-book wat mensen kunnen downloaden. Een programma wat ze kunnen volgen. Dat je meteen doorstuurt naar jouw grootste of jouw belangrijkste product. Wat het ook is, maar je wilt mensen die gelegenheid geven om ook jouw website te zien in plaats van alleen jouw YouTube kanaal. Dus heb je een website, link ook naar je website in de beschrijving. 14. Nodig kijkers uit zich te abonneren. Als je een video hebt, dit kun je in de beschrijving doen, maar ook aan het einde van de video. Je zult dus zien dat ik het bij deze video ga doen. Ik doe het bij vrijwel elke video als ik het niet toevallig vergeet. Vergeet het gewoon niet te doen, want dit is super waardevol om aan het eind even te zeggen van nou ja, weet je, vond je dit nou een hele interessante video? Ja, subscribe dan eventjes. Ook een mooi moment voor mij om op dit moment te zeggen, dus ben je nog niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Ja, doe dat dan eventjes hieronder en dan vind je mijn andere video's ook. 15. Reageer op elke reactie. Heel belangrijk om meer comments te krijgen, om daar weer op te reageren. Ook dat wordt allemaal weer gezien door YouTube. Jouw video wordt daardoor belangrijker. Dan komt het nog weer hoger in de algoritmes terecht van YouTube. Nou, dat is allemaal heel uitgebreid. Hoef het nu niet over te hebben ook. En is eigenlijk ook helemaal niet relevant. Want jij wil alleen, ja, de resultaten zijn belangrijker dan de technische kennis, zou ik maar zeggen. Dus reageer gewoon op elke reactie op een mooie en leuke manier. En ook altijd even met een bedankje erbij. 16. Start met simpele tools en software. Dus als jij begint met het maken van je video's, ga dan niet meteen heel moeilijk doen. Ik ben zelfs begonnen met een fotocamera. Video's opnemen met een fotocamera. Ik kan je vertellen, de kwaliteit is waardeloos. Ik had ook geen microfoontje of andere dingen. En ik ben gewoon begonnen met schieten. En dat was het. En ik denk het belangrijkste daarvan is dat je de skill gaat ontwikkelen. Dat je jezelf voor de camera ziet staan. En dat je gewoon gaat praten. En dat je comfortabel gaat worden met de camera in beeld. En dat je gewoon weet wat je zegt. Dat is het allerbelangrijkste. Begin daarmee met de camera. Nu hebben we tegenwoordig gewoon altijd de mobiel. Wat waarschijnlijk al veel betere kwaliteit is dan bijvoorbeeld een fotocamera. Of in sommige gevallen zelfs een videocamera. Dus ja, schiet gewoon met je mobiel en start daarmee. 17. Perfectioneer de eerste 10 seconden. Dus als je een video hebt, dan kan het heel waardevol zijn om in het begin even lekker te knallen. Met een heel
leuk plaatje of bijvoorbeeld dat je veel in beweging bent of iets heel grappigs. Wat ook kan is dat je een vraag stelt meteen in het begin van hey, oké, wil jij, noem maar wat, als je iets met geld verdienen hebt, wil jij ook veel meer geld verdienen binnen 1 maand tijd, zoiets, en je hebt daar een goede oplossing voor natuurlijk, dan is zo'n vraag meteen heel triggerd. Dus zorg ervoor dat het iets triggerend is, want dan luisteren mensen ook langer naar je video's. 18. Optimaliseer je video's. Dus als jij video's hebt gemaakt, en vooral na verloop van tijd is het dus belangrijk als je al een poosje dit doet. Dus stel je hebt 300 abonnees, het loopt allemaal wel een beetje en je ziet dat één van jouw 20 video's die je hebt gemaakt het best wel goed doet. Ja, ga die dan optimaliseren. Dus ga eens kijken, is die thumbnail eigenlijk nog wel mooi of zou die net wat beter kunnen? Kan de beschrijving daarvan nog beter? Kan ik daar nog links in gaan toevoegen? Dus bekijk alles weer even opnieuw. Misschien kun je daar extra tekst aan toevoegen, zodat die video nog meer gevonden wordt, omdat die het dus blijkbaar al heel goed doet. En ja, alleen al door bijvoorbeeld alleen de thumbnail te veranderen, of alleen een stukje van de beschrijving te veranderen, kan het alweer zijn dat die nog weer meer gevonden wordt, waardoor het allemaal veel sneller omhoog gaat. Ik zou dus niet doen voor elke video, maar wel voor de beste video's. 19. Blijf oefenen. Blijf oefenen voor de camera, je wordt altijd weer beter. Ook voor mij geldt het, hè? Dus bij mij gaat ook niet alles vlekkeloos. Misschien heb jij nu dingen ontdekt in deze video waarvan je denkt, waarom doet hij dit? Dus blijf oefenen, blijft altijd een proces. Je bent er nooit klaar mee, dus je kunt 10 jaar lang voor een camera hebben gestaan. Maar ja, er blijven altijd dingen die je daarin kunt verbeteren. Het gaat dan vaak om de kleinere details die altijd beter kunnen. En laten we eerlijk zijn, niemand is perfect. Dus blijf oefenen en blijf ermee aan de slag. Tip nummer 20. Maak een YouTube checklist. Dus maak voor jezelf een lijst van alle video's die je wilt maken in de komende tijd. Dit kun je heel mooi aanvullen of heel mooi combineren met het contentplan wat je aan het maken bent. Dus maak een YouTube checklist voor jezelf. Wat heel goed kan zijn om te doen is misschien dat je voor een heel jaar alvast de content gaat bedenken. Dus de onderwerpen, de dingen waar je het over wilt hebben. En dan kun je elke week gewoon beginnen met schieten in plaats van dat je iedere keer moet nadenken over waar zou ik het nu weer over gaan hebben. Als je dan 1 dag brainstormdag pakt voor YouTube waar je dit allemaal uitwerkt, dan kan dat veel handiger zijn om te doen. En maak dus voor jezelf ook een YouTube checklist welke stappen je wilt doornemen en hoe je het wil aanpakken. Je begint bijvoorbeeld met de setup, alles klaarzetten. Wat is dan de vervolgende stap die je wilt? Nou, en dit is per persoon kan dit weer verschillen. En je hebt een titel. Wil je die titel aan het begin benoemen van je video of juist niet? Wat wordt de intro van je video? Wat wordt de outro van je video? Wat wil je zeggen op die momenten? Hoe ziet de structuur van jouw video eruit? Dit kan allemaal in jouw YouTube checklist. Tip 21. Bouw routines. Ik heb al meerdere tips genoemd waarin dit heel erg naar voren kan komen. En het is super belangrijk om die routines voor jezelf te gaan bouwen. Dus daarmee bedoel ik de video's. Wanneer ga je die publiceren? Daar zit een bepaalde routine in. De video's als je die aan het opnemen bent. Wat voor routines zitten dan in die intro, outro, wat ik eigenlijk net al heb benoemd. Hoe ziet die structuur eruit? Hier kun je allemaal routines van maken die voor jou heel goed werken om een YouTube video te maken. En na verloop van tijd wil je in die ideale situatie gewoon denken van oké, ik maak nu een YouTube video. En dat je in je hoofd al weet, oké, dan moet ik eerst deze stap doen, deze stap, deze stap, deze stap. En dan kan ik weer door. Zodat het dus helemaal een geautomatiseerd proces is eigenlijk in je hoofd. En ja, dat je er allemaal niet zoveel meer over hoeft na te denken, wat heel veel tijd en energie kost. En dat maakt alles veel makkelijker. Ook bij het stukje routine kan trouwens dat je eraan denkt om bijvoorbeeld een glas water bij de hand te hebben of om even van tevoren een glas water te drinken. Van tevoren jezelf voor te bereiden, dat je misschien nog net even iets meer energie wilt hebben. En dat bepaalde dingen daarvoor bij jou heel goed werken om te doen. Doe dat dan. Tip 22. Schiet video's op het beste tijdstip. En hiermee bedoel ik op het beste tijdstip voor jou. Dus als jij in de ochtend het meest productief bent, je hebt de meeste energie, wat over het algemeen voor de meeste mensen het geval zou zijn. Maak dan de video's in de ochtend. Ga dat dus dan niet in de middag of in de avond doen, dat zou zonde zijn. Zit jouw energie juist het hoogste net na de lunch? Ja, maak dan je video's op dat moment. Super belangrijk om je video's te maken wanneer je energie hoog is. 23. Lach, lach, lach. En hiermee bedoel ik, ja, zorg ervoor dat
als je op de video bent, nou, tenzij het over een heel verdrietig onderwerp gaat en je moet verdrietig zijn. Maar in alle andere gevallen, ja, probeer te lachen, probeer een positieve uitstraling te hebben. Ga niet overdreven lachen natuurlijk, maar gewoon op een hele normale manier kan dat. En ja, hou daar gewoon rekening mee dat je dus veel plezier hebt in het maken van deze video's. 24. Start als specialist. Dus als jij je YouTube kanaal start, dan is het heel verstandig om te kiezen voor iets waarvan je denkt, oké, dit is waar ik super goed in wil worden. En dit is waar ik in wil gaan uitblinken en dit is hoe ik mijzelf ook ga zien. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat op het moment dat jij je voor de camera gaat zetten, dat jij weet, oké, ik ben een expert op dit gebied. Ik kan deze dingen doen. Nou, het beste werkt dat op dingen waarvan jij ook weet, hey, ik heb dit gedaan. Kijk, ik had deze video kunnen opnemen op het moment dat ik nog 0 abonnees heb. Maar wie ben ik dan om deze video voor je te gaan maken? Dus deze video kon ik niet maken aan het begin van mijn YouTube kanaal. En die kan ik nu wel maken omdat ik hier successen in boek. Hetzelfde geldt voor online ondernemen. Helemaal aan het begin deed ik dat nog niet. Maakte ik er ook geen video's over. Nu kan ik daar meer over vertellen, geef ik de tips over. Omdat ik nu een online onderneming heb en die ook goed draait, die locatie onafhankelijk is, enzovoort, enzovoort. Dus vertel over dingen waar jij wel iets van weet en begin daarmee en zie jezelf als expert en praat ook zo in de camera. 25. Besteed routineklussen uit. Dus als jij, dit is meer een meer een pro-tip. Het is op het moment dat de dingen goed draaien, goed lopen. Ja, wat je dan kunt gaan doen is dat je misschien al wel honderden video's hebt gemaakt. En op een gegeven moment wel klaar bent met al die routineklussen. Dat je dus het editen gaat uitbesteden. Dat je gewoon verschillende dingen gaat uitbesteden die jij niet meer wilt doen. Nou, als jij zelf de persoon bent voor de camera zoals bijvoorbeeld bij mij het geval is. Dan is het best wel lastig om dat te gaan uitbesteden. Dus dat stukje zou je zelf moeten doen. Maar wat je wel daarna kunt doen is dat je de video opslaat en opstuurt naar een editor die vervolgens de rest allemaal doet. Die zorgt ervoor dat het geëdit wordt, dus de intro, de outro worden erbij gewerkt, misschien plaatjes tussendoor, maar net hoe jij het wilt hebben. En vervolgens zet die persoon het ook nog op YouTube, die plant het allemaal in en heb je daar dus allemaal geen werk meer aan en hoef je alleen nog de video te maken. Ben jij niet de persoon, of kun je dit op een andere manier wel uitbesteden of andere experts door andere experts laten doen? Ja, dan kun je dus letterlijk alles uitbesteden en maken zij ook de video's voor je. 26. Doe het voor jezelf. Oh man, deze is gewoon super belangrijk. Als je begint met een YouTube kanaal en je hebt zoiets van oké, ik wil daar veel abonnees op scoren. Misschien wil je er wel heel veel geld mee gaan verdienen. Misschien wil je gewoon een boodschap gaan uitdragen dat het belangrijkste is. Dat je super waardevolle content wilt gaan maken. Wat jouw doel ook maar is, het gaat alleen maar slagen als jij het voor jezelf doet. En als jij geniet van het bouwen aan je business. Dus je moet echt het gaan zien als iets waaraan je gaat bouwen. Een puzzelstukje waarin je iedere keer een nieuw puzzelstukje legt om die puzzel te kunnen vullen. En ook jezelf te realiseren dat dat dus niet heel snel gaat en dat je een lange adem nodig hebt om dit neer te zetten. Normaliter is dat het geval. 27, die past daar ook super goed bij. Wees geduldig. Dus wanneer jij elke week een video gaat posten en je deelt dit op social media via verschillende kanalen en je blijft dit consistent doen, dan kan ik je vertellen dat je in ieder geval na een paar jaar in ieder geval die 1000 abonnees hebt. En ja, wellicht kan het veel sneller gaan. Als jij al een groot bereik hebt, dan kan dit natuurlijk veel en veel sneller gaan. En dat is allemaal afhankelijk van vele factoren. Ook wat voor onderwerp heb je het bijvoorbeeld over. Het gaat er ook nog om misschien. Doe je het in het Nederlands, maar misschien doe je het ook wel in het Engels. Dan heb je natuurlijk al een veel groter bereik en kan het nog veel sneller gaan. De vraag is, ben jij bereid om geduldig te zijn voor je YouTube kanaal? Om dat te laten groeien. Het gaat zeker niet super, super, super snel. Maar ja, ik denk wel dat met alle tips die ik tot nu toe heb genoemd. En je gaat die allemaal toepassen. En je blijft dat consistent doen. Dus consistentie en geduld zijn hier super belangrijk in. Als je dat blijft doen, ja, dan wordt het hoe dan ook. Dan kan het bijna niet anders dan dat het een succes wordt. En als het geen succes wordt, dan heb je in ieder geval genoten van het proces. Het bouwen van je business en in dit geval ook jouw YouTube kanaal als onderdeel daarvan. Ik hoop dat dit super interessant voor je was. Heb ik nou een tip gemist? Of denk je, hey, dit is nog een hele mooie aanvulling? Laat het mij hieronder weten in een reactie. Ik ben ook sowieso heel benieuwd, als je deze 27 tips hebt gehad, welke vond jij het meest waardevol? Of met welke, waar zou jij nog veel meer focus op kunnen leggen door dat juist te gaan toepassen? Laat me dat ook even weten in een reactie onder deze video. En ja, dan zie ik die gewoon heel erg graag tegemoet.
Wil je nu meer tips en inspiratie over persoonlijke ontwikkeling en online ondernemen? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar is hij. En dan hoop ik je natuurlijk voor de rest de volgende keer gewoon weer te zien. Heel veel succes met het bouwen van jouw YouTube channel. En dan wens ik jou voor nu een hele fijne dag. Denk groot, start klein.